Het is dus mogelijk om boven het netherplafond te komen. Ik denk dat heel veel van jullie dat ook al wisten, maar ik wist het niet. Ik vind het heel erg gek. Ik dacht altijd dat mensen aan het glitchen of aan het hacken waren of aan het cheaten of iets. Maar je kan dus boven het plafond komen. Voor de mensen die niet weten wat het plafond is. Je hebt hetzelfde als in de normale wereld heb je een bodem, dat is van bedrock. Nu heb je het plafond, dat is ook van bedrock in de nether. Nou, daar kan je dus blijkbaar boven komen. Dat is heel erg gek en dat moet met een enderpearl. Dus wat ik even ga doen, ik ga even helemaal naar het plafond toe minen, zeg maar. En we zijn al bij het plafond. Oké, dat was heel erg snel. Ik ben wel 120. 127 is volgens mij de ultieme laag. Maar zoals jullie ook wel weten, bedrock is niet één laag. Het is vaak een beetje, gaat het op en neer. Dus bijvoorbeeld hiernaast, kijk, hier kan ik weer een blokje hoger. En ik kan hiernaast misschien nog een blokje hoger. Dus we moeten nu het ultieme blokje opzoeken. Ik weet niet of dat deze is. Ik dacht dat dit best wel makkelijk was, maar het is nog niet eens zo makkelijk. Oh ja, dit is hem of niet? Yes, oké, het is toch wel makkelijk. Nice, oké, we kunnen niet hoger dan dat. Dit is de ultieme laag. Oké, en nu kan ik doodgaan. Ik heb best wel goede spullen bij me, dus ik moet wel echt even oppassen. We bouwen hier een trap omhoog. Yes. En nu is het blijkbaar een soort van bug. Ik ga deze wel even dichtmaken. Weet je, als je hier een enderpearl tegenaan gooit, dat je erboven komt te glitchen. Dus ik kan hierboven komen. Dat kunnen we dus letterlijk doen. En dat ga ik dus nu ook even doen. Ik pak even die torch. Die ga ik even weghalen. Oh, dit is wel spannend hoor. Ik vind het echt heel erg spannend. Let's go. We pakken even een enderpearl bij ons. Dan klimmen we hier omhoog. En als ik dus hier een enderpearl tegenaan gooi, dan kom ik erboven. 3, 2, 1. Oh my god, ik ben erboven. Oh my god, het werkt. Het werkt. Oh, yo. Dit is tot... Yes, we zijn boven de nether. What? Dude, dit is letterlijk gewoon mogelijk. You kidding me? Oké, nou, ik ga gelijk even alles hakken hier. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oké. Oh, ik dacht echt even dat ik dood zou kunnen gaan. Dat ik bijvoorbeeld erin kom te zitten en dat je suffocate. Dat kan natuurlijk ook. Je kan een beetje damage krijgen.